Liefde voor je vrienden. Soms verwarrend, meestal mooi. In Friends zijn alle personages vrienden. Ladies and gentlemen, let's pull. Maar de vriendschap tussen Joey en Chandler is de moeder aller bromances. Prop de videobanden maar in je vierkante televisie. Dit is het top 5 bromance momenten tussen Joey en Chandler. Op nummer 5. Joey's catchphrase is misschien wel een van de meest herkenbare Friends-uitspraken. Toch zegt hij het helemaal niet zo vaak. Een stuk of 20 keer en pas halverwege het vierde seizoen voor het eerst. Zijn wereldberoemde openingszin kan stevast rekenen op weken knieën bij de vrouwen. Datzelfde succes heeft hij niet bepaald bij zijn beste vriend. Ik heb al this built-up flirting energy and I don't know how to get rid of it. How you doing? Chandler zou eigenlijk een semi-regelmatig karakter in Friends zijn. Ook Phoebe zou maar zelden langskomen. Het was eigenlijk de bedoeling om de focus op de andere vier te leggen. Maar soms lopen dingen nou eenmaal anders dan gepland. En gelukkig maar, want wat was Friends zonder Phoebe en Chandler? Nummer 4. Geheimen bewaren is niet makkelijk. Als meesterbrein Joey er toevallig achter komt dat zijn beste vrienden onder zijn neus een relatie hebben, gaat de onderschatte soapster hier niet erg goed mee om. Alright. Hij belooft niets door te vertellen. Zelfs niet als Rachel verhaal komt halen. En als een echte bro houdt Joey zijn mijl. De vrienden hebben vrijwel allemaal driehoeksverhoudingen onderling gehad. Een aantal awkward combinaties zijn Chandler, Janice en Ross, Phoebe, Monica en een man die in coma ligt, Joey, Kathy en Chandler en natuurlijk de allerbelangrijkste, Rachel, Joey en Ross. Geef toch een andere kijk op de serie. Of draai. Als het lastig is om je beste vriend te vertellen dat je van hem houdt, is er natuurlijk een redelijke oplossing om hem in plaats daarvan de grond in te boren. Als Chandler gaat samenwonen met Monica, begint Joey daarom een betoog waarom Chandler de slechtste huisgenoot ooit is. Of niet? Oh, my kid needs the best roommate ever. Het appartement van Joey en Chandler is trouwens zorgvuldig ingericht. Op het magnetisch tekenbord op de deur staat altijd iets anders. Een taakje voor het productieteam van Friends. Ook hangt er een bordje in het appartement met daarop "Nice guys don't finish last". Laten we het hopen. Numero duo. Joey trekt een hele dag samen met Janice op. De irritante vriendin van Chandler. Je weet wel, die van... Het levende luchtalarm drijft Joey tot waanzin. Maar hij blijft aardig doen om de vrede te bewaren. Al kost het hem 3 jaar van zijn leven en waarschijnlijk een ooraandoening. Maar hey, look, you know, the good thing is that we spent the whole day together and I survived. And what's even more amazing, so did she. Het zegt wel veel als je een hele dag met Janice wilt doorbrengen om een betere band met je beste vrienden te krijgen. Oh, my. Yeah. Oorspronkelijk hadden de schrijvers Joey niet zo dom beschreven. Blue, bla, vloe, blank. Die eer komt met LeBlanc toe, terwijl die auditie deed voor Joey. De niet zo snuggere versie van Joey viel zo in de smaak dat het script er speciaal voor is aangepast. En op pluribus unum, weet je nog? Die ene keer dat Joey in al zijn enthousiasme een schoenendoos met een kuiken voor Chandler neerzette? Eerst reageert Chandler sceptisch. Later wordt de macho man betrapt door zijn huisgenoot op een, laten we zeggen, zwak moment. With a chick chick here and a chick chick there. Here a chick, there a chick, everywhere a chick chick chicken. De twee huisgenoten raken verstrikt in discussies over de opvoeding van de chick en wie voor de kleine Jasmin moet zorgen. De bromance overwint gelukkig en zo spelen Chandler en Joey even later samen met een eend en een kuiken in bad. See, I told you they don't swim. Wait, give me a minute. No! In het echt was Lisa Kudrow, oftewel Phoebe, doodsbang voor de eend van Joey en Chandler. Ze kwamen dan ook niet graag bij je in de buurt. Hoewel Friends er altijd knus en vriendschappelijk uitziet, bleek achter de schermen niet alles koek en ei te zijn. Matthew Perry, die Chandler speelt in de serie, vertelt dat hij a little out was een hele tijd, doordat hij verslaafd was aan drank en drugs. Hij kan zich seizoen 3 tot en met 6 eigenlijk niet meer goed herinneren. Ja hoor, dit was de top 5 alweer. Waar wacht je nou nog op? Bel je beste vriend, koop een eend en ga samen achter de meiden aan. Vergeet ook niet eerst te reageren welke lijst jij het liefst terugziet. Volgende week weer een nieuwe.